op de Vijverberg. Mochten maximaal 1800 toeschouwers plaatsnemen, er zaten er uiteindelijk rond de 600 voor een oefenduel tussen de nummers 2 en 3 van de KKD van vorig seizoen. Dit is een fout van Van der Pavert. Levert een schietkans op voor Boyd Dill. Maar een klein moment van onoplettendheid van de centrale verdediger van de Graafschap. Volgende kans is voor Kaars. Paas was van Murkin. Joey Konings over van Heracles staat bij de Graafschap in de spits. Branko van der Boom is vertrokken naar Toulouse. Dit is een overtreding van Plat op Van Michem. Scheidsrechter Stan Teuben geeft een strafschop en die wordt door Seuntjes keurig binnengeschoten. De man die er vorig seizoen 16 maakte. Het is voor de Graafschap al de vierde oefenwedstrijd. Drie eerdere oefenduels werden allemaal gewonnen. Dit is vlak voor rust. Een goede kans voor El Kadiri. Net zijn contract verlengd bij Volendam. Hij schiet er van dichtbij tegen de lat, omdat hij hem ook niet helemaal lekker op de voet krijgt. Vlak na rust. Het schot via Seuntjens in het doel. Het wordt dus uiteindelijk een eigen doelpunt van Seuntjens. De poging was namens Volendam van Jari Vlak. Vorig jaar won de Graafschap in de competitie thuis met 3-0. Dan werd het in Volendam 3-3. Hier gaat Kaars. De paas van Vlak. En het is een hele fraaie goal van Martijn Kaars. Die Volendam op voorsprong zet. Heel rustig blijven kijken naar de doelman. En er vervolgens overheen stiften. Minuut of 10 nog dan. Het schot van Betty. En de redding van Van der Dam. Volendam wat beter in de tweede helft. Alleen hier gaat het even mis. De bal teruggespeeld en dan is Mistakidis er vandoor. Die kapt naar binnen, doet het helemaal zelf. De redding is goed van Bakker. En zo eindigt dit duel tussen de Graafschap en Volendam in een 2-1 overwinning voor het andere Oranje.